Goedemiddag, ik ben jullie gids voor vandaag en ik zal jullie wat meer vertellen over dit gebouw dat maar 1000 jaar geleden een school was. Ah, wat is dat? Is het gebruik? Wel nee, dit is nieuw. Het gevoel dat je dat jaar kreeg was een kou. Vandaag de dag kennen we alleen nog maar warmte. Wat is dat? Gebruikte men dit voor iets? Ja, vroeger verplaatsten mensen zich met dit middel. Men noemde het een voet. Men ging hierop zitten, duwde dan op deze dingen met zijn voeten, zodat dit begon te draaien. Ik vind onze manier toch veel gemakkelijker hoor. Waar zullen we eens naartoe gaan? We zullen eens een kijkje gaan nemen. Dus, vroeger aten mensen nu slikken we elke dag gewoon een pilletje en meer ruimte voor ons lichaam. Ze ademen dan bijvoorbeeld zoiets, de een met een appel. Nu, zodat we in dit eetbaar zouden blijven, pakken we nu een soortje. We zullen even kijken hier in de volgende ruimte. Dit is de ruimte waar jonge mensen dingen werden aangeleerd zodat ze meer zouden weten en slimmer zouden zijn. Zijn wij dan zo slim dat ze niet moeten worden aangeleerd? Wel, vanaf onze geboorte wordt een chip in die plant die ervoor zorgt dat elke leeftijd weet wat we zouden moeten doen. Hoe gaan we die mensen? Die zullen het ook wel iets makkelijker maken. Hé, wat is dat? Dit noemde men een bouwpen. Men gebruikt het om het mee te schrijven, omdat we op deze manier dingen kunnen herlezen, communiceren met anderen. En wat is schrijven? Wel, men pakt een blad papier en een bouwpen. En door deze bouwpen over het blad papier te laten bewegen, kwamen er figuurtjes tevoorschijn. Oh ja! Dit noemde men een bouw. Deze zijn nu uitgesproken.